Heel leuk nieuwtje. Heel mooi. Dan is het gewoon allemaal net iets mooier. Nou, dat wil toch iedereen. Hallo! Het is vandaag woensdag. En we beginnen de dag met een ratslag. IJsselade. En worstjes. Oh, worst? Leg dat maar uit. Ja, gisteren had ik een verrassing gekregen op mijn kamer. Er waren mensen op bezoek en die hadden natuurlijk honger en zo. De mensen van Huismuts en Social Influencers. En die zeiden, zullen we het meenemen of zullen we het hier laten? En toen zei mama, nee, dat eet Bart. Zo, hallo, goedemorgen. Ik ga eens even mezelf heel snel nuttig maken. Want Jax die slaapt nog en dat slaapje in de ochtend, die is heilig. Want dat is de enige waarvan ik echt zeker weet dat hij slaapt. Dus let's go. Nou, mijn moeder is net langs geweest en die heeft dus even een goede uitleg gegeven over hoe ik de draagdoek het beste kan dragen. Die van mijn moeder is. Dit is dus... Jo! Ja, verder. Dit is dus de Comicotti van mijn moeder, mijn moeders ontwerp. En, heel leuk nieuwtje, er gaat een draagdoek komen met mijn eigen design van mijn moeders merk, Comicotti. Leuk hè? Dus daar gaan we mee aan de slag. En daar hou ik jullie natuurlijk allemaal nog van op de hoogte, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Eerst maar eens even zelf de draagdoek lekker gaan dragen. En gaan voelen hoe die voelt. En dan gaan we nog wat dingetjes aanpassen die mij beter lijken. Zoals, ja, wat aanpassingen. Hou ik nog even geheim. Maar in ieder geval ook de looks zullen iets gaan veranderen. Hij ligt heerlijk te slapen. Dit is dus een aparte doek die er los overheen doet. Nou, dat ga ik allemaal een andere keer nog allemaal demonstreren. Even lekker een boodschapje doen. Jax die ligt heerlijk. Ja, ja. Jax die ligt heerlijk op zijn zijtje. Hij moet veel op zijn zij liggen. Hebben jullie deze trouwens al gezien? Die heb ik van Jules gekregen. Echt superleuk. Er staat dus gewoon Jax in. Wel super goed dat ze dat hebben nu dus. Overal staat midden, hoog en laag. En dan weet je dus meteen hoeveel suiker en calorieën erin zitten. Ja, ja. We zijn op zoek naar iets voor schoolreisje. Normaal krijgt ze dus nooit deze pakjes. Hallo. Hallo Jax. Met je leuke koeka broekje. Dinner of today is kofta met vegaballetjes. Hallo, goedemorgen. Ik heb super lang gedaan over mijn kleding uitzoeken. Want ik wist bij God niet wat ik aan moest vandaag. Ik ga namelijk vandaag weer eindelijk een keertje de deur uit. Ik ga naar het Specsavers event. Jola, die heeft schoolreisjes, die is ook al heel vroeg wakker. Dus ze zijn allebei al helemaal klaar en aangekleed beneden om 7:15. Ze gaat naar Linnaeushof. Superleuk, daar ben ik vroeger ook heel vaak geweest. En wij ook heel vaak, ja. Heel leuk, Linnaeushof. En ik ben mijn kolfapparatuur alvast even bij elkaar aan het zoeken. Want Bart gaat afgekolfde melk geven natuurlijk, omdat ik wegga. Voor het eerst. En dan moet ik natuurlijk gaan afkolven. En aangezien deze op batterijen werkt, wat ik heel fijn vind. Want dan kan ik dus, terwijl ik onderweg ben daar naartoe, in de auto afkolven. Hé, hey, dat is echt zo handig. Oh, wat heerlijk jongens. Ik ben de tunnel door. Ik ben eindelijk weer een keertje in het centrum van Amsterdam. Wauw, wat heerlijk. Voelt dat al meteen. Ik wist niet hoe snel ik de tunnel door moest rijden. Ik weet niet wat het is, maar het geeft me zo'n heerlijk gevoel. Eventjes gewoon weer Diesna. Gewoon alleen Diesna. Wauw. Dit is echt bizar. Ik heb trouwens niet gekolfd in de auto, want Jax werd net nog even wakker. Dus voordat ik weg kon, kon ik even snel nog voeden. Ik heb wel hier mijn kolfapparaat voor straks, als het echt niet meer gaat. Want dan kan het zomaar zo zijn dat mijn borsten het niet meer trekken.
Ik heb heel veel herinneringen aan deze straat. Dit is namelijk de straat waar ik vroeger als tiener heel vaak liep. Omdat ik hier aan de andere kant op de Plantage Middenlaan op het IFCO zat. Daar is Artis, dus dan weten jullie wel een beetje welke straat dit is, toch? Superleuk. Oké, en dan is het nu natuurlijk tijd om allerlei brillen te proberen. Deze heb ik al een oogje op. Heel mooi. Wanna try my glasses on? Champagne on my lenses. Eyes on me since I walked through the entrance. Staat jou heel leuk. Ja, echt heel leuk. Speak up, you need to talk into the mic. Looking good when I come for the night. I can get you what you like if it's for the right price. My glasses on. Zo, nou dat was echt super leuk. Ik weet al welke bril ik wil. En dan vooral zonnebril. Echt, I love it, die roze. Dan kijk je toch echt door een roze bril. Echt letterlijk en figuurlijk. Want hoe je dus gewoon echt kijkt naar de kleuren om je heen, dan is het gewoon allemaal net iets mooier. Nou, dat wil toch iedereen. Jax is goed verzorgd door Bart. Die zit buiten in de tuin. We hadden dus net echt een hele leuke opdracht. Dat was bedacht door de fotograaf. Weet je wat we moesten doen, Bart? Je moest gewoon degene die naast je zat, dus iemand die je niet kende, het mocht niet iemand zijn die je kende, moest je een opdracht mee gaan doen. Moest je je telefoon pakken. Moest je je gallery openen. En dan moest je zo doen. En dan moest de ander, die moest zeggen stop. En dan moest je zeggen stop. En dan mocht de ander gewoon een foto kiezen. Oh. En dan moest je daar wat over vertellen. Maar weet je hoe grappig dat is? Binnen no time zit iedereen, weet iedereen iets over iemand. Mm-hmm. En heb je een heel blik meteen in iemands leven. Dat is wel een hele goeie. Alleen kan het ook zomaar zijn dat er een hele... Ik heb zulke foto's niet. Gelukkig, ik heb zulke foto's niet meer. Want Jola die kijkt heel vaak op mijn telefoon. Dus ik weet gewoon van tevoren dat ik me er niet druk over hoef te maken. Safety first. Weet ik? Maar dat is wel grappig, want dan zie je dus ook dat iemand anders, hoe vaak iemand een foto maakt. Voordat het zeg maar het beeld wordt wat ze gaan delen op social media. Vaak, bij mij zie je meestal twee foto's. Eentje door Bart gemaakt, helemaal zo. Die maakt er dan één. En een paar door Jola, waar ik er half op zit. Ja, ik maak foto's vanuit eenzame hoofd natuurlijk. Helemaal aan de top. Dat, Ja, Bart. Sorry, je werk. Gezellig bij opa en oma eten. Gezellig bij opa en oma. Wel een beetje ongezellig daar zo, hè? Nou, nog even hoor. En dan mag je ook naar boven. Ja. We hebben even gegeten bij Jan en Wiel. En nu gaan we weer gezellig naar huis. We hebben Jo opgehaald. Ze is weer terug van schoolreisje. Yeah. Yeah. Hoe was het, Jo? Leuk. Ja, hè? Ja. Heerlijk gespeeld. Wat een weertje heb jij gehad, zeg. Heerlijk. Ben je bruin geworden? Heb je de sproetjes bijgekregen? Even kijken. Ja! Sproetjes! Het is al fluffy. Ik ben wel bruin geworden. Nee. Daar loop ik weer met een baby die weer niet in slaap wil vallen. Het is elke avond echt hetzelfde verhaal. Zo rond 8 uur dan begint hij gewoon echt... het is gewoon echt dramatisch. Ik probeer hem elke keer weer, elke avond weer probeer ik het. Gewoon na de voeding van 7 uur meteen is een beetje. Maar altijd tussen die voeding van 7 en 10 is het gewoon echt... Ja, daardoor is het ook soms heel lastig voor mij om de vlog een beetje normaal af te sluiten. Maar goed, daar komt ie. Dankjewel voor het kijken voor vandaag. Abonneer als je dat nog niet bent. Zou ik super cool vinden. Geef een duimpje. Thanks, many thanks. Bye bye. Mwah.